Mijn naam is Sjaak Neefjes. Ik werk bij het Nederlands Kankerinstituut op Tony van Leeuwenhoek Ziekenhuis. En ik heb een bijzondere aanstelling aan de Universiteit van Leiden. Wat wilde u nou precies onderzoeken? De vraag die wij hebben is, hoe werkt het afweersysteem nou precies? En als we dat weten, en dat proberen we dus ook, kunnen we dat afweersysteem manipuleren zodat het beter werkt in het geval van kanker en infectieziektes? En minder goed in het geval van auto-immuunziektes. Je moet niet vergeten dat ieder jaar zo'n 2 miljoen mensen sterven aan tuberculose en zo'n 600.000 mensen aan tyfus. En beide ziektes worden veroorzaakt door een bacterie die in cellen kruipt om niet gezien te worden door het afweersysteem. Wij hebben een oplossing gevonden om die bacteriën die in de cel zitten dood te maken. Dus dat doodmaken van die bacterie, dat is uw vinding? Het eiwit wat wij ontdekt hebben, blijkt in een heleboel kankercellen ook verantwoordelijk te zijn voor het overleven van de kankercel. En de farmaceutische industrie is om die reden geïnteresseerd. En ook bezig om stoffen te maken om die kankercellen dus te doden.